Ja, een hele goede middag. We zijn vandaag in de Beatrixhaven in Maastricht en we gaan langs bij de voorzitter van het bedrijventerrein, de heer Jan Jansen. Nou, mijn naam is Jan Jansen. Ik ben voorzitter van de SOB. SOB staat voor Stichting Ondernemers Beatrixhaven. Bij de SOB zijn 106 bedrijven aangesloten en vertegenwoordigen een FTE-aantal van 4800 mensen. Ja, en nu in deze tijden zijn er denk ik wel wat noden, hè, waar de bedrijven op het bedrijventerrein noodzaak aan hebben. Ja, een van de punten is toch dat ondanks het thuiswerken natuurlijk een hoge vlucht heeft genomen, is er toch een grote behoefte aan sneltesten. En samen met het LWV zijn we aan het kijken hoe we dat kunnen faciliteren voor onze achterban. Elk bedrijf op zo'n bedrijventerrein is natuurlijk anders, heeft een andere werking. Zo'n sneltest, dat kan dan gemeenschappelijk, maar is het verder makkelijk om coronamaatregelen gezamenlijk te bespreken? Of is het vaak ook toch een luisterend oor bijvoorbeeld? Nou, wat we in ieder geval proberen te doen is zoveel mogelijk goede voorbeelden te delen. Ja. Bedrijven werken heel vaak met bubbels, die welbekende bubbels. Ja. Dat is vrij goed ingevoerd in alle bedrijven op bedrijventerrein. Okay. Punt is dan natuurlijk wel dat de bubbel werkt op je werkplek. Ja. Als je de werkplek verlaat, kom je natuurlijk uit je bubbel. Ja, precies. Dus wat we zeker zien is dat het aantal, laten we zeggen, besmettingen ten opzichte van de eerste golf toch wel wat toegenomen is, ondanks de strenge maatregelen. Okay. En dat heeft veel te maken met wat je buiten je bubbel doet. Hoe verloopt de communicatie onderling op de bedrijventerrein? Is dat dan vooral online, Zoom-sessies of hoe probeert u met de leden in contact te blijven? Nou, we hebben tot voor kort of voor de corona waren allemaal face-to-face meetings met alle sessies die we ook op themagebied organiseerden. Ja. Dat is natuurlijk minder geworden. Er zijn er nog een aantal doorgegaan, maar de meeste sessies vinden nu plaats via online. Ja. Teams of Zooms of een andere vorm. En dat is, dat werkt vrij aardig. Ik denk zeker dat het ook in de toekomst een blijvertje is. Waarbij ik niet de indruk wil wekken dat online sessies te vangen zijn in de toekomst voor alle bijeenkomsten. Nee. Dat is zeker niet zo. Want je ziet toch ook dat de echte face-to-face contacten, de dynamiek van de face-to-face contacten, die wordt toch wel een beetje gemist. Ja. En we kijken toch uit naar de periode na de COVID om het elkaar wel eens recht in de ogen te kunnen kijken. Echt ook de body language te gebruiken voor communicatiedoeleinden. Dus het zal een combinatie worden waarschijnlijk van beide. Wat zijn de stappen die de bedrijventerrein Beatrixhaven de laatste jaren heeft gerealiseerd? Waar hebben jullie vooral voor ingezet de laatste jaren? Ja, nou als je kijkt naar de SOB, specifiek de Beatrixhaven. Ja. Dat is toch een hele specifiek bedrijventerrein waar heel veel diverse bedrijven gevestigd zijn. Maar waar de bestemmingsplan mogelijkheid geeft om zware industrie te vestigen. Dus wat je hier ook ziet op het bedrijventerrein is een goede mix van industriële zware industrie. En het zal geen verrassing zijn dat daar als belangrijkste agendapunt milieu op de agenda staat. Ja. Maar zeker ook duurzaamheid is een belangrijk punt op onze agenda. Ja. Heeft u tot slot als voorzitter nog wellicht een tip voor de komende maanden richting ondernemers? Waar zouden ze eigenlijk op kunnen focussen of wat zouden ze kunnen doen om toch nog deze winter goed door te komen? Ja, nou ik zou in ieder geval toch wel oproepen om niet te veel te somberen. Er is licht in de horizon, dus daar komen zeker ook wel betere tijden. En de flexibiliteit en de inventiviteit van onze mensen is enorm. Dat zie je ook bij allerlei nieuwe dingen die mensen bedenken om zich toch aan te passen aan de omgeving. Dus ik zou zeggen, hou nog even vol. Er komen zeker betere tijden. Ook voor u veel succes.